Een Golf die een Porsche voorbij rijdt. 350 pk. Staartje 3 getuned. Echt iets heel bijzonders. LED-verlichting, xenon. Kijk maar even. Ingerald van een meneer die hybride ging rijden. Kreeg een gezin, had een stationcar nodig. Voordat ik Inral heb geboden, heb ik eerst eventjes gebeld met de vorige eigenaar. Auto is namelijk geïmporteerd uit Italië. Wat vinden we dan belangrijk? Schadeverleden uitsluiten. En of de kilometers kloppen. Deze is dus geïmporteerd door Van der Belt Auto's uit IJsselmuiden. Nou, dat is een garage waar wij veel zaken mee doen. Hij had hem voor zichzelf geïmporteerd. Toen aan de meneer waar ik hem weer van ingerald heb verkocht. Vandaar, de hele historie is bekend. En kijk er even omheen. Dit is een 35 edition. Een 35 edition. Hij is handgeschakeld. Hij heeft 166.000 kilometer gereden. De hele onderhoudshistorie hebben we erbij. En als beginnend bestuurder ga ik hem hier niet verkopen. Want dit is werkelijk iets aparts. Ook mooi die carbon look hier zo op de deuren en in het dashboard. Navigatie, stoelverwarming, climate control, noem het maar. Zelfs een automatische parkeerfunctie. Want deze velgen wil je heel houden. De vorige bereider is dat goed gelukt. Privacyglas. Nou, achterin. Als nieuw. Dakspoiler. Ja, en hier doe je het voor. Tenminste, het geluid wat je zojuist hebt gehoord. Maar hierachter... Dan zie je toch wel iets heel diks voorbij komen. Nou ja, ik hoef u niet te vertellen, als je een dergelijke auto koopt of hebt gehad, dan ben je autoliefhebber. Zo is er ook mee omgesprongen, want je zult er geen krasje, geen deukje, niks aan kunnen vinden. Als gezegd, geïmporteerd, maar hele historie dus bekend, kunnen we ook aan u laten zien. En ja, je moet echt een aantal jaren je rijbewijs hebben. Wil je deze van ons kunnen kopen? Dat is één. En twee, wil je ermee kunnen rijden? Want het gaat echt helemaal nergens over. Zo hard als dit gaat. Vind je het nou leuk om een keer te proberen? Van harte welkom. Wil ik wel graag financieel eruit zijn. Voordat we allemaal testpiloten krijgen die dit een keer willen proberen. En ja, meer kan ik er niet over vertellen. Ik denk dat hij niet lang bij ons gaat volhouden. U bent van harte welkom in Krachenburg. Dankjewel. Hoi.